Honden kunnen naast het inzetten voor de opsporing van drugs ook bij het opsporingsbeleid goed werk doen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie had gisteren een bijeenkomst met de waarnemend procureur-generaal en de korpschef met als doel van gedachten te wisselen over hoe de veiligheid in het land kan worden geoptimaliseerd. Lief met de gedachte dat honden alleen kunnen worden ingezet voor de opsporing van drugs. Het is niet zo. Je kunt honden ook inzetten voor opsporing van munitie, wapens, minen te controleren. Dus er zijn heel wat modellen hoe ze kunnen worden ingezet. De bewindsman haalde aan dat er eerder ook met de president is gesproken over de actuele zaken, zoals de verbranding van 3 personen in een voertuig, de diefstal bij de kapitaaldelicten, de lijken die in vaten zijn aangetroffen en de wapendiefstal bij de ex-president. Deze zaken zijn nog niet opgelost en blijven de samenleving bezighouden. Bij het waarborgen van de veiligheid in het land is dan ook de hulp van de samenleving nodig. Waarom? Omdat de politie, de opsporingsdiensten, niet overal kunnen zijn. Toch? Bepaalde strafbare feiten gebeuren in besloten kringen. De politie is niet daar. Toch? Maar in buurten, in straten, in clubs, daar worden ook strafbare feiten gepleegd. En de politie is ook niet daar. Camera's zijn er ook niet daar soms. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat we goed contact hebben met de samenleving, met het publiek. Het overleg tussen de minister van Justitie en Politie en de waarnemend procureur-generaal en de korpschef is een regulier gebeuren waarbij het beleid over de nationale veiligheid en orde op elkaar wordt afgestemd.